Dennis Gebbink was een goede voetballer. En hij kreeg een zoon met een handicap. Maar hij wilde dat hij ook kon voetballen. En hij richtte Only Friends op. Een prachtige voetbalvereniging. En zo werd hij ook Amsterdammer van het jaar. Maar hij vond het niet genoeg. En nu zijn we zover dat we het Ronald McDonald Center Only Friends hebben. Een prachtig centrum waar kinderen met een handicap en met chronische aandoeningen kunnen sporten en spelen samen met hun vriendjes en vriendinnetjes. Er is wel extra geld voor nodig. En daarom word, net zoals ik, donateur voor 3 euro per maand. Doe het alsjeblieft.